En leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Vandaag heb ik weer een nieuwe video voor jullie. En ik ben vandaag met Julie. En trouwens, Julie is een hockeyvriendin van mij. En ze is nog nooit in mijn video's geweest. Dus dit is de eerste keer. En we gaan dus twee challenges doen. Met deze boxen van Crayola. Dit is de eerste box. En deze heet Kling Creator. En hier kan je stickers mee maken. Dus dit gaan we uittesten als eerste, zometeen. En als tweede zijn dit raamstiften. We gaan beginnen met de Kling Creator. En we gaan het nu even openmaken, zodat we kunnen beginnen. Als eerste. Ik denk dat allemaal weet wat het is. Wat is echt van die stickers? Oh, ruik je die geur? Oh, ja. Echt nieuw of zo. Ja, ik echt nieuw in het klei. Ja. Yeah. Oh god, oké, ik ben heel benieuwd wat het is. Ja. Oké, oh, dat was het. We gaan nu even alles in elkaar zetten en zo. En dan komen we zo meteen bij jullie weer terug. Oké, we hebben het net allemaal een beetje in elkaar, zeg maar, gezet. Dus nu ziet het er een beetje zo uit. En even denken hoor, we gaan eerst met zo'n zwarte beginnen van B. Ja, want kijk, hier heb je een potje en dan heb je B en A. Dit is A, dus dat zijn eigenlijk de kleurstoffen die de kleur maakt. En dit is eigenlijk wat je erin doet om het te maken. Voor gel, ja, voor gel, ja. Eigenlijk. En dit is dan de kleurstof. Ja, oké, dus even de ink hoor. En dan gaan we met dit beginnen. Ja, oké. En dat potje. Ja, pak maar een potje. En dan doen we dat erin. B erbij. Oh wow, dit is doorzichtig. Tot B. Stop! Stop. Oké, dan moet ik nu. Het is echt gel. Ja? Ja. Oh mijn god. Top. Zo. Ja, oké. En nu, wat de kleur? Ja. Wat kleur wil jij? Jij nam blauw, toch? Ja, oké. Okay, is goed. Dan neem ik wel roze. Oh, dat is best veel. Ja, dat is goed. Wat denk ik? Doe. Oké. Ja, nee, ja. Ja. Oké, zo. Even kijken hoor. En nu, wat gaan we nu doen? Moet je het in de ding stoppen, toch? Oh, en dan mixen. Yeah. Ja, oké, ga jij maar beginnen. Ja, zo. Nou, hou maar vast dan. Ja. Sowieso goed. Oei. Oh, wow. Oh, het is echt blauw. Oké. Nou ga ik. Oh ja, zo. Volgens mij. Oei. Zo. Oké. Mijn is denk ik wel goed. Zo ziet het er bij mij een beetje uit. Bij mij is dus gewoon roze en er zit dus gel en eigenlijk een soort kleurstof in. Het is echt heel grappig. Ja, echt net heel slijm. Cool. Ja. Oké. Welke neem jij? Ik neem de ster. Oké. Ik neem... Ja, is goed. Wacht even hoor, ik wou die ene... Deze, ik neem bliksem... Ik neem de ster. En oké, ik ga maar beginnen. Ga ik er dan gewoon voorzichtig in schenken. Oh, dit ziet er zo gaaf uit. Dit ziet er zo cool uit. Oh mijn god. Ja, oh mijn god, het past echt super goed. Nu moet ik dus 15 tot 20 minuten wachten. En dan is dus mijn sticker klaar. Dus dan gaan we ondertussen even die van jullie vullen. Oké. Ja, het is heel makkelijk eigenlijk. Alleen een beetje erin gieten. Ik heb altijd met dat drinken dat het er dan... Oh ja, naast gaat. Ja. Ja. Ja, oké, top. Die voor jou is zo mooi! Ja, alleen je ziet wel dat hij niet helemaal door mij goed is geschud. Nee, inderdaad. Maar dat is wel gaaf. Dan heb je een soort vulkaan erin. Oh mijn god. We gaan deze nu even laten opdrogen. En dan ondertussen gaan we alvast deze maken. Dus een nieuwe. En dit zijn dus twee kleuren. En dat gaan we dus een beetje proberen na te maken. Welke kleur kies je? Ik schil. Oké, geel. En dan, welke past er het mooist bij, denk je? Roze en geel gaan we dus nu doen. Welk figuurtje vind jij leuk? Ja, dat is leuk te doen. Ja, oké, dan doen we die bloem. Dus, oké. Jullie gaat eerst de gele in haar potje doen en ik ga de roze. En weer tot B vullen. Gewoon hetzelfde. Nu heb ik er dit tot B gedaan. En dan gaan we de kleurstof erbij doen. Yes, ik doe nu... Oké, dan ga ik alvast mengen. Oh ja, is goed. Dan ga ik nog de roze. Maar ik heb er natuurlijk al een beetje roze. Ik ga mengen van de andere. Oké, zo is het goed. Ga
Ja, maar even schudden, dan doe ik hem nu in. Oh, dat is echt een stuk mooie kleur. Oh, echt? Ja, kijk dan meteen neon. Oh, ja. Oké. Mijn is wel goed. Mijn is denk ik ook wel goed. Okay. Dus nu gaan we... Met welke doen we de strepen? Geel doen? Ja, dan met roze strepen. Ja. Gevonden. Ik ga het er nu inschenken en dan ga ik met deze gaan we het dan een beetje verspreiden. Ja, hoe noem je dat? Een beetje strepen maken. Strepen maken. Zoals het op die hartjes dingen is gedaan. Oké. Oh, het is echt gewoon marmeren. Oh. Oh my god. Oké, nu is al klaar. En nu gaat deze dus ook weer opdrogen. En je ziet ook echt helemaal aan die andere dat ze helemaal een beetje opgedroogd zijn. Maar deze moeten er ook nog opdrogen. Die van jullie is dus al een beetje hard geworden. Ja, maar bij jou is het... Mijn ook wel. En we gaan die drie dingen nu laten opdrogen. En dan gaan we zo meteen laten zien hoe ze uiteindelijk zijn geworden. Nou, daar zijn we weer. En we gaan... Nou, we hebben ze net dus laten opdrogen. Dus we gaan ze nu hier uithalen. Oké, ik ga wel beginnen dan. Ja? Oké. En ik ga trouwens met zo'n rood dingetje zo er een beetje... uitwippen, zeg maar. Oh, oh my god. Oh, dat is zo gaaf. Oh my god, oh my god. Oké, en dus nu moet hij een beetje zo hier. Het zit helemaal zo laag. Wow. Oh my god. Wow. Het is echt heel gaaf. Oh ja, het is echt heel gaaf. Het is echt heel gaaf geworden. Zo makkelijk eigenlijk dan ook. Hoe je een sticker moet maken. Kijk. Oh mijn god, het is echt. Ja, tuurlijk. En mijn is dus trouwens zo'n bliksem flits. Jeetje. Ik heb hem daar hier. Oh ja. Zo. Wow. Oké, laat allemaal goed zien. Dit zijn ze geworden. En ik vind ze echt super goed gelukt allebei. Dit zijn ze dus allemaal geworden. En we gaan ze nu even op het raam testen. We zijn nu even naar binnen gegaan. En we gaan ze nu op het raam plakken. Ja, hij blijft plakken. Ja, even Oké. Zo, wacht. Ik kan ze er ook gewoon afhalen. Oké, of zullen we hem zo doen? We gaan nu verder met de volgende box. We gaan hier een beetje een challenge van maken. Met de stiften op het raam gaan we dus tekenen. Oké, we staan nu voor het raam. En ik ga zo meteen... Nou, ik ga nu even de stiften openmaken. En Jordi gaat zo meteen wat in mijn oor fluisteren. Dat ik nu hierop ga tekenen. En Maite gaat op deze stoel zitten en de tijd opnemen. Dus ik ga gewoon maar beginnen met tekenen. Oké. Oké, Jordi heeft het dus net in mijn oor gefluisterd. En hier heb ik 8 stiften in mijn hand. En nu ga ik met deze stiften op het raam tekenen. Je kan het trouwens ook op een spiegel doen. Dat maakt niet zoveel uit. Maar nu ga ik maar gewoon beginnen. 3, 2, 1. Shit. Een poppetje. Nee, oh shit, dit gaat helemaal fout. Hoe heet dat? Een sneeuwbal. Een sneeuwpoppetje. Hoe noem je dat? Zo, wat je op je telefoon kan doen. Kan? Nee. Kerstman. Nee. Nee, dat is echt totaal niet. Sinterklaas. Nee. Het is echt vreselijk. Je moet het niet zo tekenen. Ik... Kom, laat mij het eens tekenen. En een zwaan? Nee. Ik wil een dier. Ja? Ja, what the fuck? Kom op! Een hond, een pop. Ja, een hond! Ja! Oh, ik kan echt hoe niet... Hoe teken jij een hond? Echt serieus! Ik dacht zo jij een hond! En toen had ik ogen gemaakt! 1 minuut 10! Oké, okay, nu gaan jullie! Nu gaan jullie. Oh, oké. Een doos. Een cadeau. Mijn... SpongeBob! Een tv! Ja! Hartje, paal. Nee. Surfboard, slippen. Ja! Ja. Hoe zet ik hem stop? Nee,
19 seconden. Hij staat. Een hand, een voet. Is het een dier? Nee. Nee, meid. Maar die rechter zie je toch? Deze is hartstikke goed. Hè? Waar eet je mee? Een vork. Hè? Ja. Niet zo hard. Een kussen. Hallo. Oh, oké. Een auto, een schoen. Een huis met iets erin, een schoorsteen. Het lijkt, wat zei Jordi net? Een kussen, een bank. Ja! Ik heb net getekend en het staat nu 1-1. Nu gaat jullie, dus ik had 26 seconden. Als jullie er meer haalt, dan heeft ze verloren. Oh, oké, okay, dat is moeilijk. Een telefoon of zo? Een iPad, een computer. Kijk eens goed. Het staat in je kamer. Een jas. Het staat zit in je kamer. In. Een kast. Ja. Oh. Oh shit, stop. Stop. Dus wie heeft er gewonnen? Eka! We hebben dus net de raamstifter challenge gedaan. En ik had gewonnen. Alleen ik vond wel dat jullie betere tekeningen had gemaakt. Dit was dan nou ja de video. Ik hoop dat je het leuk vond met jullie. Dus zeker even een blauw duimpje omhoog. En ook als je meer video's met jullie wil. En abonneer op mijn kanaal hier beneden als je dat nog niet hebt gedaan. En dan zie ik je de volgende keer. Doei!